Ik? Bart Zwamer, ik ben de aanloper van de Eiland 5000. En uw naam is? Mijn naam is Peer Wagen. En u bent? Ik ben achterloper, maar ik heb in de afgelopen tijd veel contact gehad met degene die dit organiseert. En zijn naam? Dat is Erik Mansen. Mm-hmm. En Erik, hij heeft vorig jaar bij mij gelopen. In de Stroom Vijfdaagse van Frisse en Rokken. Daar is het idee opgepakt om de complete strandloperreeks af te ronden. En ook het Eiland Vijfdaagse te doen. Henry Wolters, die heeft het al heel vaak gesproken zitten. Het is eigenlijk... Goedemiddag, mevrouw Tuurlings. U doet mee met de Eiland Vijfdaagse. Klopt. En hoe bevalt het? Ja, het is geweldig. Ja, het is een enorme uitdaging om dit te doen. Ja, want hoeveel kilometer is het in totaal? Ik denk zo'n 130, 140 kilometer. En ja. Elke dag is dat doen? Ja, dit is verschillend. Terschelling is het langste. Mm-hmm. Dan loop je zeg maar 32, 34 kilometer. Ja. Vandaag Ameland 28. Ja, oké. Okay. En zo wisselen de aantallen kilometers met de lengte van het eiland. Ja, dan hebben we nog een eiland, vijfdaagse loper. Ja. Dat klopt inderdaad. En wat is uw naam? Ik ben Hajo. Hajo, u doet ook mee? Absoluut. Of kent u elkaar? Ja, we horen bij elkaar. Al heel lang? Nou, daar 4 nu. Ja. Oké. Okay. En u doet ook al mee met de eiland, vijfdaagse? Ja, klopt. Maar u was hier even eerder als mevrouw Tuurlings. Ja, dat klopt. Want ik zag ze was aan het praten met de stelgasten. Badgast op het strand. Aha. En ik had behoefte om eventjes iets te gaan drinken. Ja. Maar ik had het al gezien, dus ik dacht, hey, waar blijft Ine nou? Ja, ja. Gaan we eens even hier kijken. Uit uw beide proef ik dat het vooral heel erg gezellig is. Ja, het is gewoon een mooie foto. Maar blijf eens. Maar wat? Ja, doe ik niet. Je doet mee met de strandvierdaagse. Het zijn vijfdaagse, neem me niet kwalijk. Ja. Alleen aan de schoenen kan ik herkennen dat je meedoet. De rest ja. Ben je niet de specifieke hulp- en loperskleding. Daar hou je niet van. Nee. Maar ik zie dat wel wat kramp optreden. Ja, het schoot net in mijn been. Want er zijn nu toch al, schat ik, zo'n 120 kilometer achter de rug. Ja, we hebben Tessels, Nederland, Schelling. Ameland. En nou wordt het hier vanaf het begin. Ja, Ameland. Ja. Ja. Maar nou nog... Het rondje maken en dan daarna naar... Zo. Ja. Dat is wel heftig. Ja, dat is... Het loopt gewoon wat zwaar. Ja. En ja, er zijn heel veel wat mensen op leeftijd bij. En die gaan van de ene lange wandeltocht naar de andere lange wandeltocht. Ja. Maar de mensen die nu niet gepensioneerd zijn, die doen het gewoon maar af en toe. Ja. Dus het is wel grappig dat die het nou zwaarder hebben. Want daar hoor jij bij dus. Ja. Dat is ook wel te zien. Ik ben ook, verlegen. Ja. En waar kom je vandaan? Amsterdam. Amsterdam. En je doet het niet zo vaak wandelen? Nou, nu een beetje getraind. Toch wel. Gelukkig niet. En ze hebben ongelooflijk veel werk moeten verrichten om het voor elkaar te krijgen. En het is ongelooflijk dat het helemaal gelukt is. De organisatie van dit evenement is een hele slag. Dus dat was bij ons hele goed. Wij laten gewoon een cateraar binnenkomen en kijken hoe het gaat. Zoals eerder zegt, een hoop gedoe. Een hoop gedoe. Maar u bent naloper. Mag ik zeggen dan, u bent de bezemwagen van de tocht? De bezemwagen. Met name is dat geweest op Vlieland, waar we op het militaire terrein gegaan zijn. Waarbij de voorloper en de achterloper vrij dicht bij elkaar moesten zijn. Om informatie, daar zijn we uitgekomen. Driehoek, vierkant of cirkel. Roepen zijn we het terrein overgegaan. Er zijn wat cruciale momenten voor het instappen, dus dat we voor de tijd op tijd moeten zijn. Bijvoorbeeld vandaag. Dan moeten we op tijd om bij de mond doen. Voor dit schepen. De hond wordt nu weer opgepakt door de schepen? Opgepakt door de schepen. Daar liggen de schepen al, daar liggen de schepen.